Hier in Wageningen, achter gesloten deuren, worden letterlijk en figuurlijk de messen geslepen door het Nederlandse team. Voor het Europees kampioenschap Jonge Slagers. Ik kan er lullig over doen over een slagerswedstrijdje, maar het is een serieus project, geloof ik, hè? Ja, ik wil zeker spreken van een zeer gewaardeerd project. Het is voor de slagersbranche een heel belangrijk toernooi, waar Nederland zich toch wel als betere slagers van heel Europa eigenlijk kunnen presenteren. We zorgen ook voor een keur aan trainers en mensen die ook door de wol geverfd zijn. En die weten deze mensen in deze tijd of in die tijd van 17 weken klaar te stomen voor zo'n belangrijke wedstrijd. En wat is jouw positie in het team? De reserve. Reserve? De reserve, ja. Je bent pinch hitter. Ja. We hopen dat ze even met het vingertje in de gehaktmolen komen. Dan mag je erbij. Oh, ja, het is niet anders. U zet hem op scherp? Nou, dat is wel de bedoeling. Het eindresultaat, daar telt natuurlijk. Net andersom, Nathan. Oh, wat is hij nu aan het maken, bijvoorbeeld? Hij is nu een bloem aan het maken. En dit moet... Bloem? Een bloem. Klinkt niet heel slager. Nee. Maar dat is juist de uitdaging natuurlijk. Om iets te maken wat ze niet verwachten. Het moet echt kunst... Met een grote K worden. Of met een V van vlees. Geduchte tegenstanders zijn altijd de Duitsers. Ook in deze tak van sport. En het voetbal, van de Duitsers heb je nooit gewonnen totdat je gedoucht bent en aangekleed in de bus zit. Maar goed, wij hebben een buitengewoon goede voorbereiding gehad. De mensen zijn er dus ook mentaal helemaal klaar voor. We kunnen gerust zijn. Wij kunnen gerust zijn. We kunnen rustig gaan slapen. Ja.